Als er één vraag is die we heel veel krijgen van jullie, dan is het wel niet: hoe moet je een screen protector opplakken? Wat is de beste manier? Nou, ik heb de ultieme manier gevonden daarvoor. En die ga ik je nu laten zien. Maar eerst wil ik je even vragen of je zou willen abonneren op ons kanaal. Dan kunnen we dit soort filmpjes blijven maken. Kijk mee. Oké, wat heb je hiervoor nodig? Nou, heel erg simpel. De telefoon waarop je een screen protector wil. En zo'n screen protector. Eerst is het zaak dat je je telefoon uitzet. Want warmte trekt stof aan, wonderbaarlijk genoeg. Dus als je je telefoon uitzet, dan, nou ja, dan komt er geen warmte vanuit het scherm en trekt het ook geen stof aan. Dan ten tweede is het natuurlijk echt vet belangrijk om je scherm zo goed mogelijk schoon te maken. En vaak zitten er al van die schoonmaakdoekjes bij om dat te doen. Heb je die niet gebruikt in een brillendoekje, daarmee kan je dat niet goed schoon krijgen. Zo, dan gaan we eerst even de telefoon mooi schoonmaken om al het vuil eraf te krijgen. En ook om het antistatisch te maken, dat doen deze doekjes namelijk ook. En dat zorgt er ook weer voor dat het geen stof aantrekt en je niet van die lelijke stofbubbeltjes krijgt. Als je dat hebt gedaan, dan komt nu eigenlijk de gouden tip. Er is maar één plek in huis waar geen stof komt en dat is de koelkast. En daarom is het eigenlijk de beste manier om het te doen in je koelkast. Dus loop even mee, dan gaan we die screen protector erop plakken. Op naar de koelkast. Op naar de koelkast. Het klinkt misschien een beetje gek, maar dit werkt echt serieus. Want heb je wel eens stof gezien in de koelkast? Ik ook niet. Goed, tijd om de screen protector op te plakken. Ik maak nog even het scherm extra schoon met het doekje, zodat je echt zeker weet dat het niet meer smerig is. En dan is het tijd voor het meest vervelende klusje, namelijk de protector erop leggen. Ik zie dat ik op het scherm duffel ondertussen, dus even poetsen nog. Ja. Nou, je legt hem gewoon neer in de koelkast, een beetje stabiel. Dan pak je de screen protector. En die ga je gewoon natuurlijk zo mooi mogelijk neerleggen. En laten vallen. Ik heb mijn best gedaan. En je ziet dat het allemaal wegtrekt en er zit geen stof onder. Er zit nog een klein luchtbelletje onder. Ja. Okay. Maar dat luchtbelletje kan je er natuurlijk gewoon makkelijk onderuit drukken. Oké, de screen protector zit er nu op en er zit geen stof onder en daar gaat het natuurlijk om. Er zit wel nog een klein luchtbelletje in, maar ja, die duurde hartstikke makkelijk uit met gewoon je pinpas bijvoorbeeld. Ga er even overheen. Hoppatee. En die duurde zo makkelijk uit. En voilà, moet je zien. Dit is dé ultieme manier hoe je je screen protector best kan opplakken. Zonder stof, zonder al te veel luchtbellen. En het enige wat je dus nodig hebt is je koelkast. Heb jij hier nou wat van opgestoken en denk je van, jezus, deze tip was echt handig? Geef dan even een duimpje omhoog. Laat ook een leuke reactie achter. Vergeet niet te abonneren. En als je nou denkt van, er is een probleem waar ik maar niet uitkom, laat dan ook even weten in de reacties. Dan gaan wij hem voor je behandelen. Tot de volgende keer bij Handig. Dat is handig!